veld. Ja, daar is die. Wow, man. We zijn tegen de avond. Deze zit op een redelijk grote afstand, kijk maar. Maar we hebben hem wel voor de lens. Ja, het is een reiger. Die vangt meestal vis, maar wat doet hij op het land? Ah, wacht. Er is een sloot langs natuurlijk. Kijk, daar is de sloot. Hij is iets uit koers uitgeweken. Wat is dat? Ja, er komt een andere reiger aan. Bats, daar is die. Choppy. Ja, hij gaat jagen bij de sloot. Kijk, dus als een roofdier besluipt hij het gewoon. Hij kijkt. Wacht. Kijk wat er gebeurt, jong. Is dat een heel spannend moment? Ja, je ziet het. We zijn hier bij het Limos College. Kijk, er zit er nog één. Hij heeft zijn kop schuin staan. Waar is die andere dan? Ah, die zit daar nog. Wow. Vandaag hebben we een slang kunnen vinden, kunnen filmen bedoel ik, in het bos. En nu komen we dit tegen. Er gebeurt eigenlijk niet echt veel, maar hij zit er duidelijk. Hij zit volgens mij zelf ook te wachten totdat er iets gebeurt. Ja, hij zit vlak bij de sloot, zie je dat? Ah, wacht. Hij gaat vanaf die afstand gaat hij kijken of dat de vis zwemt. En de vis die ziet hem natuurlijk niet. Ah, daar is over nagedacht. Ja. Hij moet zo in actie komen. Maar wanneer? Hij blijft gewoon op dezelfde plek staan, hè? Wacht, nu gaat het gebeuren, denk ik. Ja, hij komt in actie. Wat gaat hij doen? Gaat hij wegvliegen of blijft hij daar? Nee, ik denk, nou... Hij gaat een stuk verder lopen. Ja, hij gaat bij het water kijken. Ja, zie dat, zie dat? Hij verschuilt zich helemaal. Kijk, en nu zit hij bij het water. En het is echt een fantastisch shot, want we zien hem niet. Wacht. Of wel? Ja, daar is hij. We wouden de vlog beëindigen, maar dat doen we toch maar liever niet. Want hij zit bij het water. Hij zit midden in beeld. Hij verschuilt zich echt helemaal, zie je dat? Ja. Daar blijft hij net zo lang zitten. Totdat de vis voorbij komt. Maar wacht. Waar is die andere dan? Die zit daar ook nog steeds. Ja, hij heeft die andere natuurlijk in de gaten. Dat die bij het water zit. Felle lamp. Een nieuw gebouw. Hier komt het outletcentrum.
Nou, ik hoop dat jullie... Oh, ik wou hem afsluiten, de video. Maar dat ga ik niet doen, want nu komt hij in actie. Wat gaat die doen? Ja. Hij neemt er vandaag echt zijn tijd voor. Nou zullen we even kijken of dat we die andere kunnen zien. Want hij blijft al heel lang in één en dezelfde houding staan. Wacht, we gaan even checken. Ja, daar is hij, daar is hij. Wow. Hij zit aan de waterrand. Hij zit precies tussen het riet. En hij heeft de houding dat hij zo gaat pikken. Ja, nu gaat het gebeuren, denk ik. En waarschijnlijk kunnen wij dat net niet zien, omdat het riet ervoor zit. Ja, hij zit daar gewoon achter. Heel erg jammer. Maar wacht. Die is aan het lopen nou opeens. Wow, hij loopt op dat, of dat hij dronken is. Het is gelukkig weekend, dus ik zal er maar niets over zeggen. Wow, kijk eens wat een nek die heeft. Wow, man. Ja, hij is echt aan het jagen. Kijk eens op een go, hoe, kijk dan hoe die daar zit. Hij zit gewoon helemaal daar achteraan. Dit is best wel spannend, want het wordt steeds donkerder. Hij gaat naar het water toe, denk ik. Als hij iets uit het gras pikt, dat heb ik tot nu toe nog nooit gezien. Nou, ik hoop dat jullie dit weer een leuke vlog vonden. Wij gaan het in ieder geval weer beëindigen. Doei!